We zijn bij elkaar in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste mensen, welkom op deze ochtend. Welkom achter je telefoontje, achter de televisie, je tablet, je pc. Met een kopje koffie in de hand of de voet met de handjes gesloten. Hoe dan ook, welkom allemaal. De club die je op zondag bij elkaar komt en al die mensen die op de een of andere manier denken, laten we kijken. En we hebben een aantal trouwe kijkers trouwens. Isabel bijvoorbeeld, die is er bijna altijd bij. En Ingrid kijkt vaak. En mensen die eigenlijk op zondag niet komen, maar toch op deze manier verbonden zijn met ons. Welkom allemaal. Vandaag staat op het programma volgens het rooster. Onder andere, en we nemen maar één lezing, een lezing uit het boek, uit de brieven van Petrus. Petrus zit helemaal op het eind, zo'n beetje van het Nieuwe Testament. Het zijn twee brieven van Petrus. In naam van Petrus geschreven, zou je kunnen zeggen. Daar lezen we straks een stukje van, terwijl ik wat over vertel. Maar eerst zullen we maar even bidden. Wil je hierbij zijn? Eeuwige, bij ons? Die jou soms zoeken en soms helemaal niet. Die licht vragen op onze weg door het leven. Die soms de weg ook kwijt zijn. Wil je bij ons zijn? Als we moe zijn. Maar ook als we blij zijn. Als we zoeken naar verbinding. Met onszelf, met elkaar, met jou. Wees hier aanwezig. Amen. En omdat we licht zoeken, hoewel het licht is, twee kaarsjes. Eén voor alle mensen die hier op zondag zijn of soms zijn. Om zegen, dat het goed mag zijn. En een kaarsje voor al die mensen die gewoon vandaag kijken of morgen of overmorgen. En die misschien ook iets van licht zoeken. Dat het gevonden mag worden, dat licht. Als het donker is, dat er iets is wat richting mag geven. Laat dat God wezen. We krijgen, het is mei maand vandaag. Straks zingen we het Magnificat. Maar eerst van onze grote Maria van Hanni. Die vaak naar Lourdes gaat. Die heeft een tekst ingestuurd en dat kunt u ook allemaal doen. Ze heeft een tekst ingestuurd en Bram gaat hem lezen. Een lichtje zijn. Wat kun je doen met een piepklein lichtje? Met een kaarsje dat zo voorzichtig brandt? Wat kun je doen met zomaar wat woorden? Een klop op je schouder? Een ei van een hand? Wat kun je doen met mooie gedachten? Een sterke arm of een zonnige lach? Wat kun je doen met een telefoontje, met een keertje zeggen, hallo, goedendag. Wat kun je doen met al deze dingen, die woorden, dat kleine gebaar? Wat kun je doen met een piepklein lichtje eigenlijk? Maar één ding, geef het door aan elkaar. Dank je. Dankjewel. Ik heb het al aangekondigd, we gaan een Magnificat zingen. Magnificat betekent, hij maakt groot, anima mea, mijn ziel. En dat is het lied dat Maria zingt, begin van het Lucas evangelie. Blij, knallen zou je kunnen zeggen. Ze is vervuld van het goede, maar het gaat niet alleen over zichzelf. Ze zingt daar ook in, machtige haalt hij van de troon en arme krijgen een plek.
Het is een tekst die gaat over gelijkheid. Dat het niet zo zijn zal dat de ene mens in weelde leeft en de ander in armoede. Maar ook dat de ene mens zich dik opblaast en belangrijk is en de ander zich niks waard voelt. Nee, als we allemaal een beetje geven en nemen, dan kunnen we als mensen samen Magnificat zingen. Magnificat anima mea. Staat vermaning aan allen. Dat is mooi, want daarvoor ging het over de mannen en de vrouwen. En dat stukje staat gelukkig niet op het programma. We hebben dit stukje met de Bijbelgroep voorbereid. De Bijbelgroep die altijd om 10:30 op donderdag bij elkaar komt. Om de teksten te lezen van de zondag. Die is al een tijdje, gaat die niet door. Althans niet live, maar wel via Life Size. En vandaag waren aanwezig Corrie en Elfie en Wiebe. En we hebben de tekst gelezen en erover gepraat met elkaar. Ik wil een beetje lezen en wat zeggen. Het begint met een oproep. Ten slotte, jullie allemaal. Wees eensgezind. Leef met elkaar mee. Vol liefde als broers en zussen. Barmhartigheid en nederigheid. Er komen heel veel waarden gelijk hier over tafel rollen. Wees eensgezind. En dan moet ik een beetje denken aan wij samen tegen corona. Het is een oproep van, als je wat voor elkaar wil krijgen, dan kan je dat niet in je eentje doen. Maar dan doe je dat samen. En dan is het ook vooral handig als je op elkaar afstemt. Hè? Zoals dat nu in onze coronatijd door de regering wordt geproclameerd. Zo doet Petrus dat aan zo'n gemeente, aan de beginnende gemeente, want het is een beginnende gemeente. Het is nog niet echt een club met een pastoor en een dominee en dat soort dingen. Het zijn mensen die zoeken naar hoe gaan we leven. En daarom zijn die vragen ook voor ons interessant, omdat velen van ons ook vragen, hoe moeten we nou leven? En wat is dat nou, christen zijn? Nou, hij heeft een paar dingen. Wees eensgezind, leef met elkaar mee. Er staat in het Grieks het woord sympathiek, dus dat je samen leeft, dat je op elkaar betrokken bent, vol liefde, als broers en zussen. Dus je hebt wat met elkaar te maken, doe dat dan ook. Barmhartige nederigheid. Dat zijn de kwaliteiten die we moeten hebben, barmhartigheid en nederigheid. En nederigheid betekent niet dat je niks waard moet voelen. Dat wil ik meteen maar even zeggen, omdat bij de GGZ het krielt van de mensen die zich eigenlijk niet goed genoeg voelen, die zich klein voelen. Die denken dat ze er niet bij horen. Nou, als er iets is, denk ik, wat de boodschap van Jezus mag zijn, is dat je hoort erbij. We zijn allemaal kinderen van God en we zijn allemaal het waard. Dus als je nederig moet zijn, betekent dat niet dat je nog kleiner moet zijn als je al denkt dat je niks voorstelt. Maar laat je ego nou niet zo groot stralen, zegt hij tegen de mensen die een groot ego hebben. Vergeld geen kwaad met kwaad. Als ze je uitschelden, scheld dan niet terug. Integendeel, zegen elkaar.
opdat jullie de zegen verwerven waar je toe geroepen bent. Dus Petrus zet hier tegenover elkaar het uitschelden en het zegenen. Die twee dingen zijn tegengesteld. Als je iemand uitscheldt, maak je hem klein, maak je hem rot, komt er allemaal rottigheid over de lippen en je duwt iemand naar beneden. Als je iemand zegent, zet je hem in zijn waarde. Dan zeg je, hé, je bent goed, dat het je goed mag gaan. Je bent goed genoeg. Dus, en dat is best een ingewikkelde natuurlijk, hè? Want ik weet niet hoe het jullie overkomt, maar als iemand een beetje begint te schelden op mij, wordt er meteen van alles in mijn buik geroerd en heb ik de neiging om terug te schelden. Dat is mijn eerste reactie. Nee, zegt hij, geen kwaad met kwaad. Probeer je daar boven te stellen. Niet dat het geen pijn doet, maar het hoeft je niet kapot te maken, want je bent de moeite waard. Dat probleem zit vaak aan de ander. Iemand die scheldt. Ik heb iemand die kan verschrikkelijk uit zijn dak gaan en schelden. En dat is omdat hij zelf zo'n pijn heeft, dat hij die pijn die hij zelf voelt, die kan hij niet houden en die knalt hij eruit met allerlei rottigheid. Nooit tegen mij hoor, maar ik bedoel, en dat zegt hij dan zelf ook, van dat is mijn eigen pijn, dat is mijn eigen geraaktheid die ik eruit gooi. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling, want daarmee zet je een keten van ellende achter elkaar, maar het inzicht is er in ieder geval. Doe dat niet. Als iemand je pijn doet, probeer dan niet meteen te knallen, maar zegen hem. Want, zegt hij, Petrus, wie het leven lief heeft, en daarmee pakt hij een psalm, psalm 34 citeert hij, want wie het leven lief heeft en gelukkige dagen wil genieten, moet zijn tong weerhouden van het kwade en zijn lippen van het spreken van bedrog. Dus, al komt het eruit, doe het niet, hou je mond dicht. Helaas, zo zegt de Hortje ergens, is de mond geen zadeltas die je dicht kan naaien. Er komt van alles uit. Vaak te snel al. Hij, zegt Petrus, moet het kwade mijden en het goede doen. Vrede zoeken en nastreven. Weer een aantal dingetjes aan de beginnende gemeente. Ga nou weg van dat kwade. Probeer er, doe dat gewoon niet, zegt hij. En doe het goede, wat dat ook mogen zijn. En dat weten we vaak wel. Zoek vrede. En streeft hij ook na. Want, zegt hij, de ogen van de eeuwige zijn gericht op de rechtvaardige en zijn oren op hun smeken. Maar zijn gezicht keert hij af van hen die kwaad doen. Dus als je het goede zoekt, als je vrede zoekt, weet dan dat God naar je kijkt, dat je gezien bent en dat hij luistert naar je smeken. En wie zal jullie kwaad doen als je je inzet voor het goede? Het is een hele geruststelling, maar dat doet hij toch niet. Maar ook al moet u lijden vanwege de gerechtigheid, toch zijn jullie gelukkig te prijzen. Vrees hun bedreiging niet en laat je niet verontrusten, laat je niet bang maken. Dus, wie zal je kwaad doen is de eerste vraag. Nou, dat blijkt wel dat je soms, ook als je het goede zoekt, voor je kiezen krijgt. Maar, zegt hij dan, als je dan toch lijdt, dan kan je het beter doen vanwege de gerechtigheid, vanwege het goede, dan vanwege het kwade. Heilig in je hart, Christus als de Heer, altijd bereid tot verantwoording aan ieder die rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. Dus, heilig in je hart, Christus als de Heer, en als iemand je vraagt, wat is dat voor een hoop die in je leeft? Hoe kan het nou dat je ondanks dat lijden toch het goede zoekt? Wat is dat? Vertel dan over die hoop die in je leeft. Schroom niet. Je hoeft niet te gaan evangeliseren, maar als iemand het vraagt, vertel het. Maar doe dat met zachtmoedigheid en respect. Zachtmoedig met respect. Dan zullen de honers van jouw levenswandel met Christus beschaamd staan met hun laster. Dus als je het goede doet en je doet het, legt het met respect uit en met zachtmoedigheid, dan zullen degene die jij het uitlachen van, nou ja, wat zoek jij nou, idioot, die zullen beschaamd staan. Het is beter te lijden voor het goede dat men doet dan voor het kwaad dat je bedrijft. Want ook Christus heeft eens en voorgoed geleden voor de zonde. De rechtvaardige voor de onrechtvaardige, om jullie tot God te brengen. Hij is gedood naar het lichaam, maar tot leven gewekt door de geest. Dus Petrus zegt, ja, Jezus heeft dat ook gedaan. Met als doel jullie
op de goede weg naar God te brengen. En dan is die dood. Hij is tot leven gewekt door de geest. En ik denk, ja, misschien kunnen wij dat ook. Ons laten inspireren door de weg. En al voelen we ons soms afgeschreven of weinig inspirerend, dat die hoop mag blijven en we ons tot leven laten wekken. En dat kan ook soms zijn als je hartstikke depressief bent, want dat is niet bepaald een tijd van leven. Dat je erop vertrouwt dat het licht weer komt. Als je in de put zit, dat je weet dat dat niet het einde van de weg is, maar dat er licht komt. Laat die geest van energie, van liefde, van troost je inspireren. Amen. Zullen we bidden? Laten we bidden voor de mensen die hoop uitstralen. Voor de mensen die vreugde brengen. Voor de mensen die licht zijn, die anderen het lichter maken. Dat ze niet uitdoven. Laten we bidden voor de mensen die in het donker dwalen, depressief zijn, mensen verliezen waar ze van houden, niet weten waar te gaan. Dat er licht op hun weg is. Dat er iemand is die zegt, kom mee, ik loop een stukje op 1,5 meter van je af. Dat er mensen zijn die een route geven. Dat ze weten dat ze niet alleen zijn. En laten we bidden voor deze gemeenschap. Nu zo verstrooid, die verlangt samen te komen, dat we stuk voor stuk, maar samen eensgezind de weg van het goede mogen gaan. Vrede blijven zoeken en onze kwaadigheid in weten te slikken, niet om met buikpijn achter te blijven, maar om woorden van zegen te spreken, dat we het goede nastreven met elkaar, zo bidden we. En in stilte onze eigen gebeden. Bidden we samen met onze Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ik wij en anderen een schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. En omdat het Maria maand is, waag ik het er toch op en wees gegroet te bidden. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Een zegen, nog een paar mededelingen en dan tot slot Beatrice en Bart. We beginnen met de zegen. Zegen ons, mijn God. De Zoon en de Heilige Geest. Amen. Nou, nog wat mededelingen achter de tafel. In de camera kijken, dankjewel. Nou, ik hoop dat jullie het goed gaat. Dat je elkaar een beetje kan ondersteunen in moeilijke tijden. En als dat niet lukt, dat je gewoon een van ons van de geestelijke verzorging vraagt. Marius, Mark, Bahara, Marie-José. Bellen, mailen, kan allemaal. Via Vicasa zelfs. Dat je elkaar doorvertelt dat we elkaar hier kunnen vinden op dit YouTube-kanaal.
Ik wil Bram, Beatrice, Bart bedanken voor de ondersteuning. Oh ja, en Hanni dus voor de inzending. En als jullie wat hebben, ik heb Els heeft ook van Frans en Jacinta wat gelezen vorige keer. Als je wat hebt, wat je denkt, oh, dat past hier wel in, stuur het op, mail het, zing het in. Als Mark goed leert monteren, dan kan hij die stukjes ook prachtig erin doen, hè Mark? Dat lukt mij nog niet. Wij moeten één stuk opnemen. Dan, nou, zo is het nou eenmaal. Hey, het gaat jullie goed. Tot de volgende keer.